Het is zondag en uiteraard weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van X Small Think Big. Van de week hebben we gesproken met de eerliefde. Hij is de eigenaar van Chapo Hot Wings. Laten we gaan kijken wat zijn onderneming inhoudt. Je liefde, ik ben 23 jaar jong. Ik zit op EMEO 2, laatste jaar. Nou ja, dat is het zo'n beetje. Hoe bent u op het idee gekomen om met zo'n onderneming te starten? Wel, het is zo rond de COVID-periode. Ik kan niet naar school gaan, ik verveelde thuis. Want je wordt wakker, je bent thuis, je kan niet naar school gaan, je kan niet naar buiten gaan. Dus dan begon ik een beetje te koken thuis, snacks te maken. En zodoende ben ik op het idee gekomen, ik zeg dat wings maken makkelijk was, ben ik zo ermee gestart. Hoe hebben mensen daarop gereageerd? Wel, de eerste keer, mijn eerste verkoopdag was geslaagd. Men vond het lekker. Anderen vroegen wanneer ik weer zou verkopen. En dat had me een beetje gemotiveerd om door te gaan. Hoe bent u aan uw startkapitaal gekomen om de onderneming op te zetten? Mijn moeder. Ik had geld geleend bij mijn moeder. En ben ik zo verder gegaan. Wat houdt de onderneming precies in? Zo, ik verkoop fastfood wings, patatwings, patatburgers. Yes. Wat zijn de bedrijfsdoelen? Om uit te breiden. Momenteel wil ik dan mijn stand een beetje opknappen, beter maken. En later nog een stand, nog een filiaal ergens hebben. Hoe ziet het productieproces eruit? Wel, die wings van tevoren, die vlerken van tevoren inleggen, schoonmaken, inleggen, goed inleggen ook. Wanneer ze gaat bakken, even in blom dippen, ze schudden. Daarna bakken burgers ook hetzelfde. Goed inleggen met melk, specerijen, een dag van tevoren tenminste. En de volgende dag ook in blom dippen en bakken. Waar worden de producten afgezet? Alleen verkoop je alleen vanuit huis of? Ook op scholen? Momenteel doe ik het alleen thuis, ja, dus bij mijn stand. Maar een jaar geleden, een jaar terug zo, deed ik het op scholen. In de pauze ging ik naar bepaalde scholen, verkocht ik schoolmeals in de pauze, totdat ik een standje had gevonden. U zegt thuis zijn er mensen in dienst, zo ja, om hoeveel? Om het bedrijf draaiend te houden? Niet echt. Door de week doe ik het zelf. Soms kan mijn neefje me helpen, soms kan mijn mattie me helpen. Weekend laat ik mijn neefjes en nichtjes wel verkopen, zodat ze wat zakgeld hebben. Wat zijn de risico's in uw vak? Zo, brand. Het kan zijn, laat zeggen, tot vorig jaar nog had ik een nieuwe fryer gekocht. Trek veel stroom. En dan moest ik mijn kabels en zo ook gaan verwisselen, dikkere kabels aanschaffen, laten installeren. Dat zo'n beetje. Hoe komt u aan nieuwe ideeën voor het bedrijf? Zo, TikTok, Pinterest. Of ik praat met mijn vrienden. Ik zeg ze van, hé, wat vinden jullie hiervan? Of wie heeft een idee, wie zou me kunnen helpen hiermee? Welke obstakels heeft u moeten overbruggen bij het starten van de onderneming? Zo, bij die school meals was het misschien dat ik tijdens het bakken mijn gasbom leeg werd. Op weg naar die scholen, een lekker band, ach, dat soort dingen. Met welke obstakels heb je tot nu toe te kampen? Nu, ik heb grotere fryers nodig, want ik kreeg meer bestellingen. En ja, ik heb grotere fryers nodig om meer te kunnen produceren. Waar is het bedrijf gevestigd? Aan de Lawastraat, nummer 12. Hoe zit het met concurrentie? Hoe gaat u daarmee om? Concurrentie? Ik denk dat ik echt concurrentie heb. Ik zie die andere bedrijven, ik zie ze gewoon als, moet ik het zeggen, collega's. Ik kijk naar wat zij doen. Ik kijk als het ware een beetje op naar hun. Suriname zit momenteel in een zware economische crisis. Welke uitdagingen brengt dat mee voor uw bedrijf? Zo.
Kunt u het een beetje voor me onderbreken? Het moet niet goed dat de man een man bij bepaalde ondernemer een man bij een njaas aan die... Je sabi? De zijn komoren duur, die prijs. Dus ja. Een soort uitdagingen uit wat geeft. Zo, dat van de prijs. Ik kijk wat de prijs is elders. En ik probeer tenminste 50 SRD goedkoper te zijn of 100 SRD goedkoper. Zodat men het nog kan permitteren. Wat motiveert u om verder te gaan? Die dromen dat ik heb. Welke dromen? Om uit te breiden, om groter te worden. Waar zit het bedrijf over 5 jaar? Zo. Meer filialen in Suriname. Ja, dus op Noord, op andere gebieden ook. En misschien ook in het buitenland. Hoe zou de overheid iets voor u kunnen betekenen? Die prijzen niet elke maand verhogen. Of om de 3 maanden verhogen ze een beetje stabiel. Want het is moeilijk voor mij om mijn prijzen ook te verhogen. Wanneer ik mijn prijzen moet gaan verhogen, twijfel ik tenminste 2 dagen. Zo zit ik echt 2 dagen na te denken van, boy, gaat men het kopen? Gaat men klagen? En uiteindelijk vindt men het toch redelijk. U heeft de onderneming. Heeft u misschien ook een keukengeheim? Zijn er trucjes die u toepast? Niet echt trucjes. Niet echt. Maar saus is wel een geheime saus. Maar verder heb ik niet echt trucjes. Ik kijk vaak hoe ze het doen op YouTube en dan probeer ik het een beetje anders te doen. Welk advies zou je iemand geven die met een bedrijf staat? Om niet op te geven. In het begin gaat het zwaar zijn, gaat moeilijk zijn. Je gaat bepaalde dingen niet kunnen doen. Bepaalde sanomitie, maar je moet gewoon niet opgeven. Ja, je moet doorgaan, blijven pushen.